Goedemorgen, het is 7:30 in de ochtend op maandag 1 juli 2019. Maandag, ja. Ik ben Mark Dekkers van Rijnbrink en de Koninklijke Bibliotheek. En naast mij staat... Jos Wij van de Koninklijke Bibliotheek. En waar gaan wij vandaag naartoe, Jos? Wij gaan naar Venlo. Naar Venlo? Wat gaan wij doen in Venlo? Nou, in Venlo wordt met een mooi gezelschap en veel mensen een van de... het informatiepunt Digitale Overheid geopend. Dat in 15 bibliotheken van start gaat vandaag. En daar maken we een mooie bijeenkomst en een mooi feestje van. Maar het is wel vroeg. Zeker, het is vroeg. Maar het kan nooit vroeg genoeg zijn om zo'n prachtig informatiepunt in Venlo te gaan openen. Met de directeur, Gio Olijnsma, met de wethouder, de heer Schapperjee. Met de staatssecretaris, met een heleboel mensen, bestuurders van de manifest. Ja, het is goed, Jos. We gaan naar Venlo. Oké, we staan inmiddels in Venlo, in Moerijns. En naast mij staat... Oh, Marcel Pelikaan. Ja. En wat doe jij, Marcel? Ik ben programmamanager voor de manifestgroep voor het informatiepunt Digitale Overheid. Ja, precies, want wij staan in het informatiepunt Digitale Overheid. In Venlo. Van Venlo. Ja. In Venlo, ja. Hey, wat gaat hier precies gebeuren voor burgers? Wat kan men hier gaan doen? We hebben vandaag de opening, officieel, met de staatssecretaris. De allereerste? Allereerste opening, ja. We openen vandaag in 15 bibliotheken. Heel mooi. Oké, kijk. Ken je ze allemaal uit je hoofd? Nee. Nee, ik zal het niet horen. Maar 15 plekken. 15 plekken verdeeld over het hele land. Mensen die niet digitaal vaardig zijn en vragen hebben voor de overheid, die kunnen bij het informatiepunt Digitale Overheid terecht. En mensen van de bibliotheek in het informatiepunt die verwijzen hen dan verder naar die welzijn of sociale organisatie die hen verder kan helpen. Of naar een manifestgroeppartij. Oké, dus de bibliotheken gaan niet zelf alle dienstverlening doen van al die partijen waar ze mee samenwerken? Nee, dat is niet de bedoeling. Nee. Dat kan ik me inderdaad voorstellen. Dus algemene informatie waar je verder mee geholpen kunt worden. Maar vooral gericht op vragen van de overheid. Digitale overheid. Ja. Dus, prima. Mooie dienstverlening. Succes en gefeliciteerd met de opening. Dankjewel, Mark. We zijn bij de opening. Er zijn net allemaal mensen aan het woord geweest die moeite hebben met de digitale overheid. En daar heeft de staatssecretaris op gereageerd. Die heeft uitgelegd dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving. Daarna hebben we mensen van de manifestgroepen gehad. Dat zijn 16 uitvoeringspartijen. Zoals UWV, SVB, CRK, CBR. En die hebben verteld dat het belangrijk is dat burgers mee kunnen doen. Lily Knipperde, de directeur van de Koninklijke Bibliotheek, heeft net uitgelegd dat de taak die de bibliotheek nu oppakt met het informatiepunt, dat past in het verlengde van waar bibliotheken al mee bezig waren met het taalhuis en dit stapsgewijs uitbreiden. En dan gaat zometeen de officiële opening plaatsvinden met een bijzondere handeling. Iedereen moet een touwtje doorknippen. Als er nou een touwtje komt en de staatssecretaris weet wat hij dan doet. We zullen zien of alle mensen dat ook... Even kijken hoe het met de knipvaardigheden in Nederland is. Toch nog een paar korte woorden nu we hier allemaal staan. Net voor het normaal. Hij heeft toch nog een paar woorden. In Venlo, ik zag al dat. Uiteraard. In Limburg, maar voordat het 12 uur is, ik zal niet zeggen dat het traditie is, maar we zijn er wel aan gewend. En dat doen we bij feestelijke momenten. En een feestelijk moment is absoluut vandaag, want dit is een mijlpaal waarbij zoveel partijen, en er zijn er zoveel dat ik ze niet eens allemaal kan noemen hier, aanwezig zijn. En ook het voortrekken heel veel gedaan hebben om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk mensen gaan helpen op die digitale snelweg. Dat we mensen die problemen hebben achterlaten, dat we de hand bieden en dat we die meenemen. En we hebben al van voorbeelden al gehoord vandaag op welke wijze dat gebeurt. En het feit dat zoveel partijen vanuit de overheid, andere maatschappelijke organisaties, de Koninklijke Bibliotheek, de bibliotheken, dat gaan doen en dat we dat hier in Venlo, het steentje van lol en plezier, maar ook waar soms af en toe wat problemen zijn. En ik moet zeggen, mevrouw zei net, we moeten die sites meer inrichten met geel en zwart. Nou, dan zullen ze in Venlo heel blij zijn, meer geel en zwart. Want dat zijn ook de kleuren van de trots VVV. En als dat ook nog werkt, dat we meer mensen meekrijgen, dan is dat heel belangrijk. Dus ik... Nou, de staatssecretaris helemaal in je sas. Op deze plek het informatie lopen dan. Digitale overheid voor geopend. Ja, daar gaan ze.
Ja. Mag niet door het plafond, maar er wel tegenaan. Nou, we hebben alle hoogte en toten wel gehad. Maar het echte werk moet nu ook gewoon gebeuren. Ja. Dus ik sta hier met Yvonne Linsen van de Bibliotheek Venlo. Hallo. Die straks voor weer moet zorgen dat het ook echt allemaal gebeuren. Zeg Yvonne, wat gaat hier nou echt voor burgers in Venlo gebeuren? Wat zouden ze hier kunnen doen? Nou, eigenlijk gaan we hier doen wat we al voor een deel doen. Namelijk, wij zijn bibliotheek. We zijn een hele laagdrempelige organisatie. Mensen kunnen hier makkelijk binnenstappen. Of je helpt hem het zelf te kunnen, of je helpt hem naar iemand die het helpt om dat te doen. Nou, heel mooi samengevat. Ja. Zo is het. Okay, ja. Ik wens jullie veel succes in Venlo. Dankjewel. Hey, maar Yvonne, nog één vraag. Hè? Ja. Hebben we hier allemaal houten metoten gehad die dit allemaal in Hoog-Nederlands hier hebben gedaan. Maar hey, wij zijn hier in Venlo, in Limburg. Ja. Dus het kan niet anders dan dat we ook even de mensen in het Limburgs uitleggen wat hier kan gebeuren. Nou, allemaal inwoners van Venlo, van Groot Venlo, hè, ook alle andere locaties die erbij waren. Je bent van harte welkom in de Stadsbibliotheek, in de Bibliotheek Venlo, om hier uw vragen te stellen over taal en rekenen, over financiën, over erfrecht, over gezondheid. Noem maar op en weer helpen u op weg. En straks ook met die website van de overheid, die stond echt een doorlofs in om er goed mee te kunnen starten en verder te kennen. Dus je bent van harte welkom. Eigenlijk is dat Limburgs veel handiger dan het Nederlands, joh. Dat kan veel korter. Ja. Zo, we zijn weer terug op de plek waar we zijn begonnen. Wij zijn blij dat we weer thuis zijn. Ja. En mooie verhalen gehoord, hoop blije mensen. Wat moeten wij daar nog aan toevoegen, Jos? Nou, ik denk dat het inderdaad een mooie dag was. Mooie bijeenkomst, veel enthousiasme. En het is vooral nu aan de 15 koploperbibliotheken om de stappen te zetten die ze voorbereid hebben. En nou, die wensen we heel veel succes bij het op pad gaan als informatiepunt van de overheid. Heel veel. Heel veel succes, jongens. Ja. Meisjes, mannen, vrouwen. We doen het voor een goede zaak. Mensen helpen om op pad te komen rond de digitale overheid.